Hallo en van harte welkom bij weer een nieuwe video. Het werd wel weer eens tijd en ik wilde heel graag een video gaan maken waarin ik jou een healing geef en een oefening die je met mij mee kan doen om dichter bij jezelf te komen, niet door je af te sluiten, maar juist door alles naar jezelf toe te trekken en weer helemaal één te worden met alles wat is. Zodat jij weer helemaal in het diepste kern zakt van wie je bent en rust en zachtheid en acceptatie vindt. En dit werkt dus vooral heel goed als je overprikkeld bent, gestrest, angstig, heel erg in je hoofd zit. En ja, misschien ken je die oefeningen wel, je hoort het heel veel. Als je overprikkeld bent, sluit jezelf af. Visualiseer een cocon om jezelf heen of een gouden bubbel of een soort schild tussen jou en andere mensen. Ik heb zelf ook allerlei van dat soort oefeningen gedaan en het werkt best wel. En ik wil ook echt zeggen, als het voor jou heel goed werkt, doe dat dan ook vooral. Zorg dat je die oefening lekker blijft doen. Maar wat ik heb gemerkt is dat het vooral tijdelijk werkt, als een soort gevoel van bescherming, een schild om je heen. En dat is super begrijpelijk. Dat werkt ook wel echt even zo. Alleen voor op de langere termijn heb ik ontdekt dat het veel beter werkt om juist te zorgen dat jouw energieveld weer opent. Dat je de energie waar je zo bang voor bent en waar je heel erg tegen probeert te verzetten en waar je weerstand tegen voelt, wat het dan ook maar is, een emotie of een gedachte of angst dat andere mensen dichtbij komen. Als je daar heel erg in gaat zitten, dat juist zorgt dat je in een soort verkramping komt en eigenlijk verder bij jezelf vandaan komt. Want wie je werkelijk bent en wie je echt bent, is dat je één bent met jouzelf en met alles. Dus ik heb gemerkt dat het voor mij het allerbeste werkt. En inmiddels ben ik me daar meer in gaan verdiepen. Om juist te zorgen dat ik weer in het veld van eenheid kom. En in het veld van alles is goed zoals het is. Licht mag er zijn, donker mag er zijn, weerstand mag er zijn, acceptatie mag er zijn, alles mag er zijn. Dus, als jij op dit moment stress ervaart, angst ervaart, overprikkeling, niet goed kunnen gronden, weet dan dat ik je begrijp en dat ik met je meeleef. Dat ik echt weet waar je doorheen gaat, want ik heb zelf ook echt van alles meegemaakt op dit gebied. Talloze paniekaanvallen, gevoel van niet gegrond zijn, noem het allemaal maar op. En ik ga je in deze oefening helpen. Vanuit mijn helende lichtveld om te zorgen dat je weer helemaal rustig bij jezelf komt en eenheid en zachtheid weer in je systeem ervaart. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat voor jou werkt. En wat ik dus nu ga doen is jou in mijn lichtveld plaatsen van heling. Dat heb ik inmiddels ook al gedaan. En je mag deze oefening die ik dus nu heel rustig voor je ga begeleiden gewoon met mij meedoen. En je mag de oefening zo vaak doen als je zelf wilt. Op elk moment dat voor jou uitkomt. Dat is helemaal tijdloos. Want de energie in de heling is tijdloos. Dus het maakt niet uit wanneer je deze video kijkt. Dan hoop ik heel erg dat het voor jou werkt. Dat het jou helpt. En misschien haal je er ook iets uit waardoor jij zelf op een ander moment, als je deze video niet kunt bekijken, zelf weer die zachtheid en die eenheid en die liefde in jezelf kunt voelen door je juist dus niet heel abrupt af te sluiten op overweldigende momenten, maar juist je te openen. Hoe counterintuïtief dit ook voelt. Hè? Het voelt misschien onnatuurlijk in het begin, maar weet dat het eigenlijk het meest natuurlijke is wat er is. Dus, als je zover bent, dan mag je rustig gaan zitten of liggen zoals voor jou prettig is. En zoals ik al zei, heb ik je in mijn helende lichtveld gezet en daar werk ik met hele mooie, krachtige, universele energieën en allemaal lichtmeesters en gidsen en engelen die met mij werken en dus nu ook met jou. En dan vraag ik allereerst of je heel goed gegrond mag worden met Moeder Aarde.
Dus je mag echt even voelen waar je lichaam op dit moment de aarde raakt. Misschien de onderkant van je voeten of misschien wel de hele onderkant van je lichaam. Je rug en je benen, je schouders als je ligt, je hoofd. Je billen. En voel maar de plek op de aarde die je nu raakt in het hier en nu. En dat je daar de verbinding maakt met Moeder Aarde in het hier en nu. Laat maar eens al je energie zakken naar je billen, je benen, je voeten. Al je aandacht. En dan mag je eens rustig ademen. Naar je onderbuik of nog dieper in je lichaam. Naar je billen, je benen, of je knieën, je voeten. Daar doorheen ademen. Wat je je op dit moment mag voorstellen is dat Moeder Aarde, de energie van Moeder Aarde, is ook echt de energie en de liefde van een onvoorwaardelijk liefhebbende, steunende, beschermende, jouw dragende energie. Dus eigenlijk, waar je nu contact mee maakt, is alleen maar onvoorwaardelijke liefde. Jij wordt op dit moment gedragen door onvoorwaardelijke liefde en zachtheid en bescherming en troost. Je hele lichaam wordt jij op dit moment gedragen door liefde. En dat is overal onder jou op dit moment. De hele aarde, heel Moeder Aarde, is onvoorwaardelijke liefde. Waar jij je mee verbindt en waardoor je gedragen wordt. En misschien voel je het nu ook al. Dat kan namelijk echt gebeuren terwijl je deze oefening doet. En dat mag ook echt. Dat je voelt dat bepaalde spanning in je lichaam of verkramping of ja, bepaalde harde plekken in je lichaam, dat verzacht. Alsof je als het ware je belasting die je op dit moment voelt in je systeem al laat afglijden naar Moeder Aarde. En weet ook dat oké is, dat Moeder Aarde zegt, geef het maar aan mij, laat het maar los. Laat het maar in de aarde stromen. Laat het maar opvangen door die liefde, die zachtheid en die vergeving. En blijf maar heel rustig ademen, zo laag mogelijk in je lichaam als lukt. Diep inademen en lang uitademen. Terwijl dit plaatsvindt en je als het ware helemaal zelf verzacht en samensmelt met Moeder Aarde. En eigenlijk is dat natuurlijk onze natuur, de oorsprong. Onze bron, net zo goed als het de bron van boven is, die onze oorsprong is. Je bent helemaal veilig en beschermd. Getroost, geliefd, gewiegd. Misschien begin je al een heel klein beetje te voelen, want op dit moment word je ook steeds meer verbonden met de bron en met jouw ziel, jouw hoger zelf. Begin je al steeds meer een gevoel van eenheid te ervaren. Jouw verbinding met alles wat op de aarde is en alles wat in de kosmos is. Je ademhaling is jouw focuspunt, is jouw kern.
En je ademt ook steeds meer van het licht van de bron in. In je hele gestel. En je ademt het weer uit. En laat alles wegglijden in moeder aarde wat je los wil laten. En nu die angsten die je hebt, of die overweldiging en overprikkeling die je voelt. Misschien is die al een beetje verminderd, maar misschien voel je het ook nog in je systeem. En wat je nu eigenlijk mag doen, is dat je het verwelkomt en dat je het als het ware inademt. Al jouw angsten, al je pijn over pijnzingen, je stress, je spanning, de boosheid, adem het maar in. En adem het ook maar helemaal uit door de onderkant van je lichaam. En misschien lukt het je om het direct naar moeder aarde toe te sturen. Dus adem het maar in. Integreer het maar eigenlijk wat je doet en je hele systeem wordt één met deze energie en laat het weer los. Voor mij werkt het altijd heel goed om het door de onderkant van je voeten weer weg te laten vloeien. En weet dat je niet bang hoeft te zijn omdat je uiteindelijk alles bent. Je bent alles en iedereen. Dus in die zin is het heel normaal dat je angst voelt en spanning en alle emoties in je lichaam. Maar je hoeft je nergens voor af te sluiten. Je mag dat helemaal accepteren, omarmen, inademen en ook weer loslaten. En dan merk je dat je de spanning, de stress en de angst, totdat dat te dichtbij komt, kan loslaten. Dat je dat ook in liefde mag laten wegstromen. Misschien voel je ook dat je borst, je hartgebied steeds sterker wordt. Omdat daar jouw zielsbewustzijn steeds sterker wordt. En dat is ook één grote bron van liefde natuurlijk. En ook daar kun je, als dat beter voor je werkt, alles waar je bang voor bent, alles wat je dwars zit, alle gedachten, kan je daarin inademen. Ook vanuit je hoofd, al die gedachten, die overpeinzingen, adem het maar naar je hart. En laat het dan ook maar weer wegstromen. Laat het maar weer wegstromen. En wat je eigenlijk doet, je wordt trouwens op dit moment in het lichtveld geholpen om dit helemaal te omarmen, weg te laten stromen en meer één te worden met alles wat op dit moment is. En ik zou zelf aanraden om dit net zo lang te doen totdat je merkt dat je minder in je hoofd zit, je lichaam minder gestrest is en je meer en dieper in je lichaam kunt zakken. En meer zachtheid en meer stroming ervaart. Dat je energie weer meer kanten op kan stromen. Omdat je het echt aan het loslaten bent. En in liefde weg kan laten stromen. Of door je eigen hart. Of onder in je buik kan soms ook. Of echt door moeder aarde. Dat werkt voor mij altijd heel goed. Je bent één met alles en alles is één met jou. Je bent een klein stukje van het bewustzijn wat jij hebt met jouw perspectief. Maar dat is verbonden met alle andere sprongetjes van bewustzijn. Tot één grote bal van licht en bewustzijn.
Deze oefening kan mij dus heel goed helpen als ik overprikkeld ben, omdat ik dan weet dat ik hier ga zitten met mijn energie en dus niet meer goed verbonden ben met de aarde of met mijn eigen hart. Of ja, als ik gestrest ben en veel over hetzelfde blijf nadenken, of als ik merk dat ik me aan het beschermen ben, afschermen ben van andere mensen. Dat zijn allemaal momenten, of als ik op wat voor manier dan ook probeer om mezelf te beschermen tegen iets. Dus juist als ik dan in een kamer ben met heel veel mensen en het overweldigt me, dan adem ik het allemaal in en laat ik het ook weer wegstromen. En dan merk ik dat ik weer helemaal bij mezelf kom en in mijn eigen kern. Ik ben erg heel erg benieuwd hoe dit voor jou werkt, of dit voor jou werkt. Het kan dus werken op drukke plekken, of als er juist lawaai is, of als er op plekken waar je normaal gesproken je zou willen afsluiten. En natuurlijk is het zo, als je nog steeds totaal overweldigd voelt of in paniek bent of wat ook, zorg wel heel goed voor jezelf. Dus als je voelt, ik wil me nu terugtrekken of dit wil niet voor mij of ik weet het niet, zorg dan dat je jezelf wel in veiligheid brengt, dat je goed voor jezelf zorgt en dat je eventueel hulp vraagt van iemand anders, professioneel of niet professioneel. Dus, maar deze oefening kan je ook meenemen en kijken hoe dat voor je voelt. Dankjewel voor het kijken van deze video en ik zie je heel graag weer bij je volgende. Doeg!